Hoi en wat superleuk dat je weer kijkt naar een nieuwe aflevering Bloemschikken. Ik ben Carlijn Tukkers en ik leer je alles over bloemschikken. En vandaag gaan we een mooi langwerpig bloemstuk maken. We gaan ook het frame zelf maken, dus heb je er zin in, doe vast een duimpje omhoog. Het abonneren op dit kanaal is helemaal gratis, dan blijf je op de hoogte van alle leuke video's die ik maak. En wil je het pakket van vandaag graag bestellen? Hieronder in de beschrijving vind je een linkje waar je het complete pakket kan bestellen. Of ga naar www.uonlinebloemist.nl. Je vindt een onderkopje cursuspakketten. Je kan me ook volgen op Facebook of Instagram, dan mis je niks van alle leuke video's die online komen. En laat vooral hieronder weten wat je van deze video vindt. En dan zou ik zeggen, laten we gauw gaan beginnen. We gaan de ondergrond maken van polygonstokken. Het leuke is dat die indrogen, dus ook straks later in de herfst, kan je dit heel leuk weggebruiken en nieuw bloemstuk op maken. Want het wordt wat meer bruinig, maar wel heel erg mooi. Wil je nou het bloemstuk laten weggooien, dan adviseer ik het om het niet bij het groen te gooien. Dus niet bij de groenbak of waar dan ook. Maar even in de grijsbak. Goed, bij het restafval. Nou, laten we gauw gaan beginnen. Ik knip ze eerst op gelijke lengtes. En polygon heeft verschillende diktes en dat maakt het ook alleen maar heel erg leuk. Je kan trouwens ook verschillende lengtes gebruiken. En dan krijg je wat meer speels effect. Maar ik gebruik nu dezelfde lengtes. Ongeveer in ieder geval. Zorg ervoor dat je goede scherpe snoeischaar gebruikt. Want het is niet makkelijk om deze te knippen. Je kan het op verschillende manieren aan elkaar bevestigen. Je kan touw gebruiken, lijm aan elkaar. Maar ik leg er even een stukje karton onder. Daarvoor kan je gewoon de doos gebruiken die je ook van mij binnenkrijgt. Dus waar de spullen in zitten. Dan snij je gewoon even een reepje uit. Op de juiste lengte. En die bevestig ik dan vast. En dan kun je daarna nog extra lijm gebruiken om het aan elkaar te bevestigen. Maar dan heb je een mooie basis. Dan kan je overal nog even een extra drupje lijm tussen doen, zodat het extra vast zit. En dan hebben we een hele leuke ondergrond. Je kan hem bijknippen mocht je dat willen. Hoeft niet, maar kan wel. Zorg wel even dat hij goed droog is. En dan zet ik er een houder op in het midden. Waar we het bloemstuk op gaan maken. Allereerst prik ik de asperisseblad erdoor. En die zet ik aan beide kanten vast. En aan de andere zijdes gebruik ik galaxblad. Dan gebruik ik berengras en steek als een bundeltje erin. En die laat ik dan aan de andere kant toelopen. En dat kun je vast met een krammetje. Dan gebruik ik een bolletje bolmos en die zet ik even vast met, ja, daar kan je een krammetje voor gebruiken of een speldje. En
En dan gebruik ik prachtige bloemen. Snij alles goed schuin aan. Dat is altijd heel belangrijk. En ik verwerk alles op groepen. Even voorsteken, eruit halen en opnieuw aansnijden. En ik vind het dan nog even leuk om een vlindertje toe te voegen in dezelfde kleurtinten. En dan hebben we echt een prachtig bloemstuk. Kijk hoe mooi dat is. Heel erg mooi van kleur. Een mooie basis en super leuk om te maken. En dan hebben we echt een prachtig mooi bloemstuk gemaakt. Helemaal zelf. Wil je dit nu graag zelf maken? Hieronder in de beschrijving vind je een linkje waar je het complete pakket kan bestellen. Of ga naar www.ulnijbloemist.nl. Je vindt er onder een kopje cursuspakketten. Wees snel bij, want op is op. En dan zien we mij weer bij een volgende video. Doei!